Michael, 2020 was een heel bizar jaar. Wat is er eigenlijk allemaal voor jou in het water gevallen? Wat hadden we normaal van jou allemaal mogen verwachten? Je had een mooie theatertournee kunnen zien. Je had een mooie theatertournee kunnen zien. Je had mij in het prachtige treinmuseum Train World in Brussel. Had je, als je daar zin in had gehad en had het al, als het had gemogen, had je elk weekend een literaire rondwandeling kunnen doen met mij. Door het prachtige museum en had ik op verschillende plekken in dat museum mijn favoriete teksten en gedichten gebracht voor jou die te maken hebben met de treinen en zo. Dat zijn dingen die we allemaal weer op gang gaan trekken, natuurlijk. En voor zolang het dan mag, hè. Dat is een beetje het allerlastigste, hè. Het plannen, hè. Van de dingen die het water zijn gevallen, oké, dat weten we, daar houden we rekening mee. Dat is gebeurd, shit happens. Het lastige is alleen nu, het volgende jaar, dat 2021. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? En kunnen we plannen maken? En als ik een afspraak heb, moet ik iets met pen of met potlood in mijn agenda schrijven.